geen tijd om te spelen. Wat is het toch fijn als je goed kunt leren. We hebben goed aan het leren. We hebben ook de goede bladzijden bezig. Ja. Zie je alleen de hele tijd naar je telefoon kijken. Muziek maken kan ook heel leuk zijn. En jij wil naar de muziekschool? Ja, hoe kun je dat ooit zo halen met dit liedje? Je bakt er echt niks van. Ja, maar ik speel al de hele dag. Ja, dan oefen nog wat meer. Kom op, doorspelen, doorspelen. Oké, ik speel al door. Altijd lastig als je ouders zulke hoge verwachtingen hebben. Als jij beter wil hockeyen, dan moet je meer trainen. Ja, maar mam, ik ben al 5 uur per dag aan het trainen. Dat is blijkbaar niet genoeg. Tijdens een spannende hockeywedstrijd. Je bent echt traag, je moet veel harder lopen en je moet beter schieten. Dat is geen fijn commentaar. Tja, wat moet je doen als je ouders je zo onder druk zetten? De volgende dag op school was er een hele leuke rekenles voorbereid. Een van de leerlingen zag er erg moe uit en dat zag een klasgenootje ook. 5×5 1.397.2.659. Jef, ik weet het. 3.714.623. Hoe kan je dat nou weten? Volgens mij zeg jij maar wat. Nee hoor, Jef, ik heb het echt zelf uitgerekend. De juf rekende het meteen na. En het klopt ook nog. Dat kan toch helemaal niet? Nee. De klas was onder de indruk van deze slimme jongen. Later die dag bij een muziekschool die precies op het klaslokaal leek. Oké, jongens, vandaag gaan we een paar hele leuke liedjes spelen. Nou, leuk hoor. Welke liedjes gaan we spelen? We gaan vandaag Vader Jacob doen. Vader Jacob, meester, weet je hoe saai? Oh, en jij hebt een leuker liedje. Let jij maar eens op, meester. Nou, dat is wel beter als Vader Jacob. Nou ja, dan kan ik maar beter gaan. Na school wilden de kinderen ook wel eens met elkaar afspreken. Zou je misschien willen afspreken? Ik zou wel willen, maar ik kan helemaal niet. Ik moet hockeyen. Maar je moet altijd hockeyen. Je hebt nooit tijd voor mij. Dat was een teleurstelling. Maar wat moet je ook als je het zo druk hebt? Oh, je bent echt super slim, man. Ja, ik moet ook heel veel leren thuis. Heb je zin om na school met me af te spreken? Ja, ik moet ook heel veel leren. Voor het proefwerk van volgende week. Dus je kan niet? Nee, eigenlijk niet. Raar. De kinderen bleven het proberen. Wil je met me afspreken? Nee, ik kan niet. Ik moet nog gitaar oefenen. Waarom kan je niet? Omdat ik nog gitaar moet oefenen. Nou. Op school begonnen ze ook al te merken dat deze kinderen moe waren. Zo kinderen, hoe was jullie weekend? Super tof, juf. Ik ben naar de dierentuin geweest. Oh, wat leuk. Ik ben naar het pretpark geweest, juf. Hey, wakker worden. Sorry. Hé, hey, opletten. Hé, hey, wakker worden. Wat is er? Jullie horen niet te slapen in de klas, dat is heel onbeleefd. Hoe juffrouw, ik ben ook zo moe. Ik heb ook helemaal niks geslapen in het weekend. Dan moet je wat beter naar je ouders luisteren en op tijd naar bed gaan. Ik luister juist goed naar mijn ouders en daarom ben ik zo moe. Ik heb bijna nooit meer tijd voor mezelf. Ik moet alleen maar leren. Ja, maar ik heb geen tijd meer om met mijn vrienden te spelen. Ik moet alleen maar muziek maken. Ze zaten er helemaal doorheen. Nou, ik vind dat dus echt niet kunnen. Ik vind dat we er iets aan moeten doen. Die avond werd voor de betreffende ouders een speciale oude avond georganiseerd. Die luisteren goed naar het verhaal van de juffrouw. Jullie moeten je kinderen meer vrije tijd geven om te kunnen spelen. Mijn dochter moet de beste hockeyster worden van het hele team. Maar dat is toch niet het belangrijkste? Het belangrijkste is dat ze gelukkig is. Maar onze dochter is heel erg gelukkig. Zij en andere twee kinderen zijn wel een huilen uitgebarst in de klas. Ja, juffrouw, je hebt gelijk. We zijn veel te streng geweest. Thuis bespraken de ouders alles met de kinderen. Je mag weer spelen met je vriendjes omdat we met de juffrouw hebben gepraat.
Nu konden deze kinderen ook weer normaal leven, waarin spelen mogelijk is.